De eerste Hindustanen kwamen niet op 5 juni 1873 naar Suriname, maar 5 jaar eerder in 1868. Desondanks herdenken we nog steeds 5 juni als te zijn het begin van de Hindustaanse immigratie. Omdat in de beleving van de nakomelingen en de totale gemeenschap 5 juni het begin was van een nieuwe periode in ons land. Vertelde historicus Maurits Hassan Khan eerder aan onze nieuwsdienst. Omdat dat het moment was waarop men dacht dat er een oplossing was gevonden voor het vraagstuk van tekort aan arbeiders. Want dat was net een maand voor het einde van het staatstoezicht. Dus men was geweldig blij dat het eerste schip, de Lalaroek, in Suriname aankwam en dan zou er een nieuw tijdperk aanbreken. En dat tijdperk noemen we dan tijdperk van de immigratie. Wat we onze geschiedenis indelen, dan hebben we de periode van slavernij tot 1863. Dan hebben we vanaf 1873, zeggen we dat is de periode van immigratie. Die tussenperiode, staatstoezicht, is een overgangsperiode. Om de Britse Indiërs naar Suriname te halen, zegt Hassan Khan dat er een heel systeem was voor het werven van mensen. Zij werden een verhaal voorgehouden dat ze in het buitenland konden wonen en werken tegen een aantrekkelijk loon en gunstige voorwaarden. Namelijk dat je daar een vrije huisvesting zou hebben. Want die mensen waren heel arme mensen in India. Ze werden geworpen uit gebieden waar er veel armoede heerste. Waar er bij droogtes of bij overstromingen duizenden en miljoenen mensen doodgingen. Of wanneer er een epidemie uitbrak. Vergelijk het maar met onze COVID, wat we nu hebben. En in die tijd braken er vaak epidemieën uit. Tyfus met name brak er vaak uit. Dan gingen echt duizenden mensen dood. Zodanig dat mensen zelf wegvluchten uit hun dorp. En nooit meer terugkwamen. Dus dat waren de omstandigheden. Ze waren heel grote armoede, werden uitgebuit door landheren. Want waren arbeiders die op het land werkten van grote landeigenaars. Ze waren vaak in schulden, konden schulden niet betalen. Dus ze hadden praktisch geen toekomst. En leefden eigenlijk op de grens van armoede en dood. Hassan Khan zegt dat ook mensen van hoge kasten als immigranten naar Suriname zijn gekomen, omdat er ook armoede heerste onder deze groepen. Op zondag 5 juni herdenkt Suriname 149 jaar van Hindustaanse immigratie.